Welkom bij weer een nieuwe babynieuws vlog. Deze keer ga ik de bekendmaking aan jullie laten zien aan al onze vrienden. Althans, een grote groep van onze vrienden, waaronder mijn beste vriendinnetjes waarmee ik ben opgegroeid uit Alphen aan den Rijn. En bijvoorbeeld Jamie, die kennen jullie allemaal wel uit mijn vlogs. En Monica en Masha. Het was echt een feestje om het aan hun allemaal te vertellen. En ik heb het natuurlijk weer even teruggekeken. En voor mij echt weer lekker emotioneel. En je kan ook echt zien hoe spannend ik het allemaal vond en hoe moe ik toen was. Het gaat nu gelukkig een stuk beter als toen, want ik zat toen nog in mijn eerste trimester en dat was best wel pittig. En ik moest natuurlijk zoveel regelen en er kwam zoveel op me af, maar het was echt heel erg leuk. Dus jullie kunnen daar zo eventjes naar kijken. Verder voor vandaag, ik ben op dit moment 25 weken zwanger, dus ik heb al een heel mooi buikje hier zitten. Zo kunnen jullie hem goed zien. Die is ondertussen niet meer weg te denken en echt een zwanger buikje. Dus mensen denken nu niet meer gewoon, hey, is Josh misschien een paar kilo aangekomen? Maar mensen gaan nu echt mijn buik aanraken en zijn benieuwd hoe het met me gaat. En je kan gewoon echt zien dat ik zwanger ben. Ik ben er hartstikke trots op natuurlijk. En ik vind het leuk dat hij er nu eindelijk zit. Maar goed, kijk eventjes op jullie gemakje mee naar de volgende beelden. Ik begin met de bekendmaking aan mijn vriendinnen. Uit Alphen aan den Rijn. Daarna volgt de bekendmaking aan Jamie. Uiteindelijk aan Masha en Monica. En daarna ook aan mijn team hier op kantoor. En wat was het allemaal bijzonder. Alright, het is donderdagavond. En ik kom net van kantoor. En ik ben doorgereden naar mijn vriendin Sanne. En daar zijn Charlotte en Marije. En ik heb willekeurig met hun afgesproken vanavond om gezellig samen te eten. En zij weten van niks, maar ik ga hen zometeen vertellen dat ik zwanger ben. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga proberen hun reacties te filmen. Ik ben heel zenuwachtig. Dit is trouwens part of my idea. Ik laat dus op een gegeven moment Häagen-Dazs en Ben & Jerry's ijs bezorgen door een bezorger. Ik heb het via thuis bezorgd, laten bezorgen op dit adres. Rond een uurtje of 9, dus hebben we al een beetje gegeten. En dan staat die bezorger voor de deur en dan heb ik voor iedereen een persoonlijk kaartje als verrassing. En dan, nou ja, snappen ze er natuurlijk helemaal niks van. Dus dan weten jullie dat. Speciaal theetje voor jullie gekocht. Ah! Oh, leuk! Is het aan het huilen of wat is het? Oh, dat is een hartontwikkeling in het zand. Huh? Heb je eten besteld? Nou ja! Jij bent niet goed! Nee, ik heb geen eten besteld. Wat? Pizza! Mijn jezus! Maar je kan het van Lara? Hoe ben je bestelling Lara? Ik ben de shit! Ik regel dit soort dingen gewoon. Nou ja. Nou, ik vind het een heel interessant iets. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon met mijn magic. Oh, jij bent een soort god. Dat is toch niet normaal? Jij drie keer geweld omdat hij het niet kon vinden. En ik vroeg, ja, wie was het? Wie is ja, dat? Niks. Ja, niks. En hij denk echt. Nou ja, het maar het was dus de bedoeling dat hij aan ging bellen, maar je hebt niet eens een bel. Nee. Ja, want het was wel klopbaar. Ja, maar dat hoorde jij niet. En wij hebben maar eens iemand praten en joh. Staat er een zwart als een code voor de deur. Ja, klopt. Hij zegt, ja, ik ben er, maar dus geen bel. Oh, echt zo bijzonder.
donderdagavond en ik ga het nieuws aan Jamie vertellen. Het was natuurlijk Valentijnsdag, dus ik heb een roos voor hem meegenomen en een ander klein cadeautje. Ik ben benieuwd. Hallo! Oh echt. Het valt bijna. Oh, het valt bijna. Ik val even binnen hoor. Dank je, dank je. Er zit hier nog een envelopje in. Oh my god! 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 Oh my god, dit is zo leuk! Oh my god! Oh my god! Het is zaterdag en ik heb Masha en Gregor en Monica uitgenodigd voor een gezellige game night. Maar heel eerlijk is het niet de reden dat ik hun heb uitgenodigd voor een game night. Nick en ik gaan namelijk vertellen dat we in verwachting zijn. Dus we hebben echt een hele mooie taart geregeld als toetje. En dan gaan we het nieuws vertellen. En ik ben echt heel zenuwachtig. Er is al gesnackt, heel veel. En dit is wat er nu op tafel ligt. We zijn maar gesnackt door bepaalde mensen. Okay. Hey! Hey. Door bepaalde mensen. Lekker. Nou, lekker. Liever te veel dan te weinig. Ja. Absoluut. Oh, wacht. Hey, ja, nee, wacht. Ja, ik ga. Nou, George, ik vind dat wat leuk, want het was daar. Ik wacht en dat dan Nick nog zou aanhaken. Het lijkt wel een harmerclub pleegt, zeg maar. Het wel ja. Een zeebaar in Zoutkorst. Oh, wat lekker! Zeebaar. Maar ik ga, maar. Hij is er niet. Ik kan de deur van buiten dichtdoen. Ja. Ja. Dat kan toch niet? Ik kan toch niet vloggen en een deur. Ja, multitasken, wow! Wat is dit? Het is echt heel mooi. Oh my god! Heb je het zelf gemaakt? Ja, helemaal zelf gemaakt. Ze heeft aan bakken. Mijn keukenprinses. Oh my god! Oh my god! Ik ga het pakken. Wat? Nee! Hey everybody, het is weer even tijd voor een update. Ik ben mijn tweede trimester gestart en ik ben daar heel blij om. Want het eerste trimester, de eerste 3 maanden, zijn best wel een beetje zwaar. Maar in een aparte vlog zal ik daar verder op ingaan en dan mogen jullie mij alle vragen stellen die jullie daarover hebben. Ik ben niet echt een klager, dus ik laat het in deze vlog even achterwege. Want ik ben natuurlijk nog steeds veel te happy dat alles goed gaat met de baby. Sterker nog, we hebben alle nodige tests binnengekregen. En het is officieel een gezonde baby.
Dus het wordt ook tijd dat we de rest van de mensen in onze omgeving op de hoogte gaan stellen. Onze beste vrienden zijn allemaal op de hoogte, familie is op de hoogte. Maar op kantoor verstop ik nog steeds mijn buikje. En dat wordt steeds lastiger. Helemaal omdat ik zeer veel oplettende kijkers heb die mijn vlogs kijken. Die allemaal reacties geven. En achteraf gezien snap ik ook wel dat het mensen begint op te vallen dat ik geen alcohol meer drink. En dat ik wat wijdere kleren draag. Wat overigens echt niks te maken had met mijn buik. Maar ik snap dat mensen die link leggen. Het is gewoon super koud op dit moment buiten. Het is Siberisch weer, zo'n beetje. Gevoelsmatig geloof ik min 10 graden op dit moment. Dus een hele goede reden om lekker veel knitwear te dragen en wijde oversized outfits. Dus ik kom er nog best wel goed mee weg. Maar goed, als een dag als vandaag wil ik dus het liefst iets nieuws aan van de nieuwe collectie. Dus dit is zeg maar mijn outfitje die ik vandaag aan had. En dan heb ik hier dus twee van die sjaal slingers. Die komen zeg maar van achter. En die heb ik dan een beetje zo naar voren gedaan. Want dan kan ik dat hier zo mooi voor mijn buik hangen. Want deze broek pas ik eigenlijk echt niet meer. Ik knal er bijna uit. En nou denken jullie, overdrijft ze? Nee hoor. Daar zit hij toch echt. Onze baby. De baby is nu zo groot als een appel en mijn baarmoeder zo groot als een kokosnoot. Dus dat valt haast niet meer te verstoppen. Dus zo kan je het heel goed zien, maar dan zo op kantoor ziet verder vrijwel niemand het. Dus zodoende kom ik er nog een beetje mee weg, maar het begint me tegen te staan, want die rit die moet echt open. Ik had hem ook lekker net open, want ik ben thuis. Maar zodra ik dat dus doe, en ik ga dat echt even laten zien. Oh my lord, dit is echt hemels. Dan gaat mijn buik pas echt uitstaan. Ja, ik heb een grotere buik dan mijn billen. Wat heftig. Ik hoop dat mijn billen en mijn borsten ook nog even wat meer groeien in verhouding. Oh my lord. Ik ben nog maar een paar kilo aangekomen. Dus dat is mooi. Ik hoop dat ik lekker een klein buikje hou. Zodat ik zo meteen minder kilo's er weer af hoef te werken. Ik heb vandaag de Active Wear Capsule collectie gelanceerd van Josh V. En ik ben niet eens in staat om te sporten. Tja. Althans, ik ben zeg maar te moe om te sporten. En als ik een legging aandoe, dan kan je er niet meer omheen. Dan zie je echt alles. Maar goed, nou, dat was mijn update. Het wordt tijd dat we het op kantoor gaan vertellen. Dus ik ga nu even nadenken hoe ik dat ga doen volgende week. Morgen nog één dagje op kantoor. Dan is het weer weekend. Dan kan ik weer lekker volle bak mijn buik uitzetten. En lekker heel veel slapen, want dat doe ik elk weekend. En verder maak ik nog steeds gewoon 16-urige werkdagen, 5 dagen in de week. Zolang ik dat nog trek, blijf ik dat gewoon doen. Dus hopelijk kan dat lekker tot aan het eind van mijn zwangerschap. Ja. Alright. Ik ga het bad vol laten lopen. En even lekker opwarmen, want ik ben nog steeds een beetje onderkoeld van het koude weer. En ik vergeet het bijna. Terwijl het bad volloopt, heb ik dus wat emotionele aankopen gedaan. Dit zijn allemaal hormonale acties. Ik ben dan ongeremd online aan het shoppen. Dus ik koop allemaal dingen die ik waarschijnlijk op zeer korte termijn toch niet meer aan kan. Hele hoge hakken en zo. Allemaal hele mooie spullen. Ik heb het in een gewone weekvlog heb ik het laten zien. Maar hier nog meer laarzen. Hier nog een hele doos. Maar ik heb ook een heleboel leggings en stretchbroekjes besteld bij Zara. Zodat ik die aan kan. Want ik ben bijna uit al mijn spijkerbroeken gegroeid op dit moment.
niet alleen mijn spijkerbroek, uit al mijn broeken ben ik een beetje gegroeid. Dus ik heb wat voorzorgsmaatregelen genomen. Het is zover. Ik ga mijn team op de hoogte stellen van het feit dat ik zwanger ben. En ik vind het best wel een beetje spannend. Ik vraag me af of ze het al verwachten. Misschien hebben sommige mensen het wel doorgehad. Want het is echt ontzettend moeilijk om mijn buik in te houden de hele tijd. Ik ben heel even langs de Beethovenstraat gereden. Hier zit Dunkin' Donuts. En daar heb ik een bestelling geplaatst van 36 baby donuts. Dus die ga ik nu ophalen. En ja... Dan ga ik vanmiddag tijdens de vrijdagmiddagborrel, ga ik het even tussen neus en lippen door vertellen dat Bob en Davy dan weer oom en tante zijn geworden. Even kijken of ze de link leggen. Want Bob is natuurlijk mijn zwager en Davy is mijn schoonzusje. Dus die worden automatisch door mijn zwangerschap weer oom en tante. Tja, oh my god. Alright, nou ik ga de donuts ophalen. Ze zijn echt super leuk geworden. Ik heb een foto gezien. Echte baby donuts. Cheers! Cheers. Happy weekend! Happy weekend! Ook nieuws, want Davy en Bob worden weer oom en tante. Wow. Hey! Want ik ben zwanger. Wow. Echt? Wow. Ja! Ik kan... Ben je? Oh my god! Ja, wist het. Ja, tuurlijk wist ik. Oh my god. Ja, worden we oom en tante? Ik dacht, maar jij is ook oom. Ja, ik ben een baby. Baby en Bob krijgt een baby. Ja. Ik ben weer. Yay! Oh, mijn god. Baby donuts. Ja, jongens. Weet je hoe lang ik jullie bel? Deze, ik heb geen slokje genomen. Nee, ik kan jullie vertellen dat de afgelopen 3 maanden, ik ben nu 17 weken. Zo lang al, heel lang. Dus ik zit in mijn 4e maand en 2e trimester gelukkig, want zwanger zijn sucks. Ja? Oh my god, I hope. And it was very hard to hide it all, of course, including my growing belly. Ik pas niet zo goed meer in de collectie. Oh my god. Okay. Okay. En ik kan dus ook geen doorpasjes meer doen. Ja. Ik denk dat nu voor sommige mensen denk ik, oh, daarom was ze zo hormonaal en gestrest en emotioneel en in de war, vergeetachtig, het klopt allemaal. Voedselvergiftiging had ik niet. Nee, ik heb echt compleet mega ontzettend veel hier overgegeven op kantoor en thuis. Ik ben echt in shock. En het was niet alleen in de ochtend helaas. Dus ik heb echt de zwaarste periode ever achter de rug. Oh my god. Maar het gaat nu echt stukken beter. En de baby is helemaal gezond. Dus het werd tijd om het te vertellen. Maar we hebben het behoorlijk lang voor onszelf gehouden. En mijn lichaam, het gaat hartstikke goed. Dus mijn buik zie je bijna niet. Ja. Hey jongens, voor degenen die niet bij de borrel waren. Ik vond het echt heel erg jammer. Want ik had namelijk ook nog een kleine belangrijke mededeling voor jullie. Want... Joey is zwanger! Happy weekend! Nou, die was echt heel... Nou, en zo heb ik dus iedereen op de hoogte gebracht van dit bijzondere nieuws. En ondertussen is natuurlijk iedereen bekend met het nieuws en ook jullie thuis. Super fijn dat ik zo'n groot geheim niet meer voor mezelf hoef te houden.
De volgende babynieuwsvlog staat in teken van een Q&A. Dus mochten jullie speciale vragen voor mij hebben, dan kunnen jullie die hier beneden in de comments achterlaten. Ook een kleine reminder. Er loopt op dit moment een winactie voor diegenen die nog niet geabonneerd zijn. Je kan je nu nog abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan maak jij ook kans op die outfit die ik ga verloten onder mijn abonnees. De actie loopt af op 11 mei. Dus wees er snel bij. Abonneer je. En vergeet niet een comment achter te laten op de vlog waar ik het cadeau weggeef. De mooie outfit. Dus dat kan je nog eventjes doen. Dit is het laatste moment daarvoor. Om nog kans te maken. En dit was mijn babynieuwsvlog van deze week. Dus ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Laat nog even een reactie achter. Vooral dus met je vraag. En vergeet je niet te abonneren. En vergeet deze vlog niet te liken. Dank jullie wel en tot de volgende keer. You gotta focus on the bright side.